welkom op Fem. Het aankomende herfstseizoen gaan we qua interieur een heleboel gebreide items zien. Dus bereid je vooral voor op gebreide dekbedovertrekken. Vazen die gehuld zullen zijn in grote gebreide sokjes eigenlijk. En het leek me leuk om daar een beetje een soort van geïnspireerde DIY voor te maken. En vandaag ga ik je laten zien hoe je dus kaarshouders kunt maken. Met onder andere een oude trui. Blijf vooral kijken. Hier zie je de trui waar ik vandaag mee ga werken. Hij komt van Romwe.com en de achterkant heeft, zoals je kan zien, een beetje een destroyed design. Dat helaas echt enorm kapot is gegaan, dus ik moest hem helaas of weggooien of nog voor iets anders gaan gebruiken. En vandaag ga ik alleen de mouwen gebruiken, dus zorg ervoor dat de mouwen nog wel intact zijn. Wat je nodig hebt zijn twee glazen, deze komen van IKEA, en een schaar die sterk genoeg is om door stof heen te kunnen knippen. Nou, hier zie je dus al meteen wat we vandaag gaan doen. We gaan het glas in de mouw zetten. Hier kun je ook even passen of het allemaal past, anders moet je een iets groter of een kleiner glas pakken. Maar deze past perfect. En vervolgens is het tijd om alles te gaan meten. Dat kun je doen met een liniaal, dat is nog preciezer. Maar ik ga vandaag gewoon alles een beetje op de gok doen. Ik onthoud gewoon even het lijntje waar ik mee bezig ben en dan ga ik daaronder alles afknippen. Op deze manier. En nu is dit geen echte stofschaar, dat zou nog beter gaan, maar het gaat best prima. Je kunt ook gewoon een normale schaar gebruiken. Dan heb je dit. Nou, nu zul je zien dat er af en toe nog een klein kantje uitsteekt en dat ga ik nu een beetje bijwerken. Door gewoon letterlijk even bij te knippen. Zo, nu is je kaarsstok bijna klaar. Zorg dat alles mooi recht is. En dan kan je de mouw over het glas heen schuiven. Zorg dat je de bovenkant van de mouw ook aan de bovenkant laat. Dan krijg je het mooie afgewerkte gedeelte aan de bovenkant. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de andere mouw. Ik doe eigenlijk gewoon precies hetzelfde. En dan komt het andere glas ook mooi in een sokje. En dan ben je klaar. Dan kun je ze eindelijk gaan aansteken. Gebruik voor de veiligheid wel een nepvaccinelichtje. Die had ik helaas niet in huis, dus het ging niet door. Maar dat is gewoon een stuk veiliger. Dus let daar een beetje op. En that's it. Heel erg bedankt voor het kijken en tot volgende week.